De plofkraken werden voorkomen doordat de politie werden getipt door Amos die op het Dorpsplein in Beek de mensen met een gaasfles bij de pinautomaat hij betrap. Daar ging de politie vervolgens naartoe en onderweg komen ze een verdachte auto tegen die ze vervolgens gaan achtervolgen. Dat leidt er uiteindelijk toe dat de inzittenden uit die verdachte auto die springen eruit en weten te vluchten. En vervolgens heeft de politie enkele uren dat gebied uitgekant op zoek naar die ontvluchte verdachte, maar tot op dit moment helaas zonder resultaat. De vluchtauto is in de buurt van de kerk in Hoorn inderdaad aangetroffen. Die zal ook worden veiliggesteld of die is veiliggesteld voor verder sporenonderzoek. En vervolgens is met speurhonden en ook met een politiehelikopter gezocht naar de verdachte. Maar ja, zoals ik juist zei, is dat niet gelukt. Omdat ondertussen in Beeg de sprake was van een gevaarlijke situatie, werden een aantal bewoners uit haar huis gehaald. Ze wachten zo lang in de brandweerwagen totdat het gevaar was geweken. Dat is ook de reden geweest dat de brandweer is ingeschakeld, omdat er mogelijk gaslucht vrij kwam, dan wel ontploffingsgevaar zou zijn. Waarom dat de verdachten op de vlucht zijn geslagen is op dit moment niet bekend. Wij zoeken natuurlijk alles naar sporen, zowel bij de geldautomaat als bij de vluchtauto. En we hopen dat ons dat weer een stuk in de richting brengt van de mogelijke verdachten in deze zaak. Het is dan ook een flinke tegenvaller voor de politie dat de verdachten ondanks de massale inzet toch wisten te ontsnappen. De politie sloot niet uit dat het dezelfde daders betrof van eerdere plofkraken.